Gidinizin. İlgilensin. Ne ilgilensin? We hebben toch een dirigent nodig, niet? Ik denk dat hij van die kant komt. Daar. Ja. Ik hoor het. Later op de avond zal de klok slaan. Ik zou graag dat jullie mij daarbij helpen en allemaal meetellen als de klok slaat. Het verhaal van het standvastige tinnen soldaatje. Ineens 25 tinnensoldaatjes die als broers op elkaar leken. Omdat ze allemaal van dezelfde oude tin lepel gemaakt waren. En ze droegen een prachtig rood met blauw uniform. En hielden hun geweer allemaal aan de schouder. Ze stonden rechtop in de houding, wat ze zelfs volhielden in de platte doos waarin ze woonden. Het allereerste dat ze in de wereld hoorden toen het deksel van de doos werd gehaald was... soldaatjes. Dus er was geen twijfel mogelijk over wie of wat zij waren. Deze woorden werden geroepen door een kleine jongen toen hij de doos met de soldaatjes die hij voor zijn verjaardag had gekregen openmaakte. En van vreugde klapte de jongen in zijn handen en hij pakte de soldaten meteen uit en stelde ze op zijn tafel in slagorde op. Alle soldaten zagen er precies hetzelfde uit. Op eentje na. Want dit soldaatje had maar één been. Toen hij gemaakt werd was er namelijk niet meer genoeg tin over. En daarom verschilde hij van de anderen. Maar hij stond net zo stevig op zijn ene been als de andere op twee. En bovendien beleefde hij veel spannende avonturen. En daarom ga ik juist zijn verhaal vertellen. Het verhaal van het standvastige tinnen soldaatje. MUZIEK